Yo, kijkers van WatchJagger, welkom bij een nieuwe update van The Lord of the Rings. Ik ben een beetje verkouden, sorry daarvoor, maar ik hoop dat jullie mij gewoon nog kunnen verstaan. Want ja, jongens, er is een nieuwe update van The Lord of the Rings, yay! Wow, 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 waar zijn we eigenlijk? We zijn hier nog steeds in Hobbiton. Kijk, daarachter zie jij een hele fijne Hobbit establishment. Maar ja, goed, die zijn allemaal al hetzelfde gebleven, dus daar gaan we voor de rest vandaag niet naar kijken. We gaan even kijken naar wat er nieuw is, want de main focus van deze update is dat er een soort van enchanting systeem in is gekomen. En dat is niet het ouderwetse vanilla enchanting systeem. Dat is dus heel nieuw. Ja, daarvoor heb je dus een anvil nodig. En die maak je zo in plaats van dat je deze hebt en dan daar drie. En dan, ja, je weet het wel, je kent vast wel het recept. En ja, dan krijg je dus een hele mooie anvil. Nou gaan we eventjes een zwaardje maken. Een Gondorian sword, zoals je hier ziet. Een heel mooi Gondorian zwaard. Wauw. Wauw, wat zie ik er goed uit met mijn Gondorian zwaard, zeg. Nou, die doen we in de anvil. En dan zie je al dat het een normaal Gondorian zwaard is. Maar we willen hem sterker maken. Dus we doen er even twee Iron Ores in. En dan staat er hier bij Reforge. En wat krijg je? We krijgen een enchantment. Blacksmith. Er staat een stunted Gondorian zwaard bij. Hier staat al keer 0,75 melee reach. Ja, nice, we gaan er nog wat verbeteren. Zo. En dan hebben we weer een normaal Gondorian soort. Ja, je kan hem telkens zo door blijven gaan totdat er een goede optie op staat. Hier staat blunt. Oh, hij wordt slechter zelfs, jongens. Er zijn echt slechte blacksmiths. Een swift Gondorian zwaard. Kijk, dan is hij sterker. Dus je ziet al wel van, je kan hem telkens weer verbeteren of wat verminderen. Het is dus eigenlijk een soort van enchanting systeem. Waarbij je dus ook echt je best moet doen. En ja, vaak dingen moet gaan proberen. Want nu staat de lasting Gondorian sword. Dat betekent dat hij nog wat langer kan. Of dat hij langer blijft leven. Een soort van unbreaking. En reforge. Nu hebben we weer een normaal Gondorian sword. Dus ja, even kijken wat we nog meer hebben. Hé, nou gebeurt er maar niks. Zo. En lasting weer. Ik wil graag een swifting, kan dat? Een mighty! Oh, die is trouwens wel heel goed. Nou, we hebben een mighty Gondorian zwaard. En ja, je kan ook een ja, dit is wel leuk trouwens. Hé, ga zeg jij. Ja, Hobbit. Kijk, stel je gaat orks killen en je hebt dat best wel veel gedaan met je zwaard. Dan krijg je dus een enchanting of een title in de game. Of een, fuck, nou, dan zeg ik het verkeerd. Het is een, wat was het nou? Een achievement of zo, ik weet niet meer. Maar er staat in ieder geval dat je zwaard dus de titel heeft gekregen van hetgene wat je slacht. Dus bijvoorbeeld ork. Dan heb je een orkbeen. En ja, dan is dit dus gewoon je zwaard, orkbeen. Mighty Gondorian sword. Wow. Ja, goed. En dat houdt een beetje het in. Je moet gewoon zelf het een beetje gaan ontdekken. Ik ben er ook nog niet echt gespecialiseerd in. Maar ik ga er wel weer verder mee bezig. Het lijkt me wel heel leuk om sterkere zwaarden te maken zoals deze. Want hij doet nou 10,5 melee damage. Dat is wel nice hoor. Best wel sterk. Nou, hier zie je dus de Anorian helmets. Ik ga even kijken zo. Deze is heel erg aangepast. Als je kan zien, zie je nu dus echt een hele mooie wingman. Hij heeft dus echt lekkere vleugeltjes op zijn oren. Het is een beetje een Thor-helm, vind ik zelf. Vinden jullie niet? Ik vind het wel. Nou, we zetten hem even terug. Kijk, jongen, wat een Thor-helm. Oh, wat mooi. Ja, dan gaan we even hier naartoe, want dan denk je, wat de fuck is dit voor blok? Dit is een millstone. Die maak je door middel van 7 cobblestone, een bak te maken, een stick in het midden en een iron on top. En waarom zou je dit nou in godsnaam nodig hebben? Nou, dat is heel simpel. Als jij dus lekker een keer steen hebt gehakt en je wil graag wat cobblestone van maken, ja, dan doe je gewoon dat ding aan met een lever. En dan zie je, dan gaat hij hier lekker vol lopen. Hé, hey, ja, kom maar, ja. Het wieltje is bijna vol. Ja. Nee, we krijgen de cobblestone uit. Zo werkt het dus eigenlijk. Ik kan het ook doen met cobblestone naar gravel, volgens mij. Moeten we deze even zo doen. Kijken of het werkt. Of nee. Ja, hij doet het wel. Komt u maar. We willen even zien wat we hebben. Want wat komt eruit? Dat is een, ja, kijk, we krijgen er gewoon gravel uit. En zo werkt het dus. Je kan alles fijner maken. Ook heb je, als je rock salt hakt, dan kan je daar fijn, of kan je gewoon zout van maken. Dat is wel leuk. Ja, dan hebben we eventjes een boog nodig. Dus ik ga even weer in game mode 1. Zo, we hebben even een boutje nodig. Ja, die vind ik wel leuk. En we hebben een crossbow nodig. Nou, laten we een keer een mithril pakken. En dan pakken we die. En dan pakken we die. Nou, dan gaan we even weer in game mode. Oh, 0. En dan gaan we even zien. Dan gaan we even deze. De punching. Oh, die is wel heel sterk. Wat voor enchant zit hierop trouwens? Knockback 1. Oh shit. Die is wel sterk. Er zit gewoon een goede knockback in. Maar kijk. Deze hebben we dus. En die poisoned. Als het goed is. Is hij gepoisoned?
Of is dat nou gebukt? Het ziet eruit nou dat het gebukt is. Hé. Hey. Niet agressief gaan doen, alsjeblieft. Ja, ach, we zitten toch in game mode 1. Niemand wordt agressief. Oké, okay, maar normaal hoort dit dus te werken dat hier lekkere poison op zit. Maar dat zit er nu dus niet op. Dus dat is wel even vervelend. Nou, dan hebben we hier nog even poisoned weapons. Zoals deze, de Poison Mordor Dagger. Die kan je dus anti-poisonen. Hoe doe je dat? Je pakt even een cauldron en dan doe je hem in. En hoppakee. Daar is dus je schone... ja, je schone dekkertje, hè? Die zit er dus in. Ja, mooi. Geen poison meer. Gewoon schoon. Dan hebben wij Elven Rope. En met Elven Rope kan je dus echt bij dingen komen waarvan je denkt van... hoe moet ik hier naar boven? Ik heb geen ladders bij me. Dan neem je gewoon Elven Rope mee. En dan plaats je even twee keer zo. En dan kijk je ze naar boven. En hoppakee. Je kan helemaal naar de top klimmen. Wow, dat is toch even geniaal. En kijk dan. Holy shit, wat er maar uitzegt, zeg. Wow, perfect. Nou, dan hebben we ook nog Mushroom Pie. Dus als je lekker dik wil worden en je bent gek op fucking paddenstoelen... Vreet jezelf vol met fucking mushroom pies. Want ja, dat beukie, dat mag wel even wat voller worden, toch? Vind ik wel. Nou, dan heb je hier de Rotten Fence Gate, Cedar Fence Gate en de Pomegranate Fence Gate, volgens mij. Ik weet het niet. Maar met deze fence gates zijn voor elke kleur hout nu beschikbaar. Dus stel je hebt nog een fence gate nodig en een leuke kleur, kan je die nu maken. Het is mogelijk, mensen. Dat is super tof. Dan hebben we hier allemaal rare, ja, wat zijn het allemaal? Gemstones, moet ik het noemen, denk ik. Ja, kijk. En dit zijn dus voor de mensen die graag even een rijke uitstraling willen hebben. Jij kan, als je wil, lekker deze oors gaan minen. En dan krijg je leuke spulletjes uit. Dus we gaan even toch wel even... Oh, wacht, ik wil even een pickaxe. Hallo, pickaxe. Gondorian, is die er? Is geen Gondorian pickaxe, hè? Oh wel. Nou, we pakken gewoon een Rivendell, want ik ben een fucking elf vandaag, jongens. Oké, en wat komt eruit? Kijk, je krijgt gewoon leuke steentjes uit, zeg. Oh, wat leuk, zeg. Oh, wat leuk. Wow. Ik ben een echte miner. En ja, hier, dit is dus gewoon van de leukigheid. Een opal, een diamond. Hé, hey, what the fuck? Die dingen zien er echt legit uit nu, weet je? Dus ja, die kan je dus gewoon krijgen. Leuke, ja, gemstones, kan je het zeggen. Kan je weer leuke dingen mee doen, denk ik. Weet ik veel. Versieringen in je kist. Beroemen naar een leuke quest item. Hey, hoe gaat het hier trouwens? Hey, nice. Ga maar even wat steen doen. Ja, en dan komen we alweer bij de laatste dingetjes uit. Dat is hier dit glas. Oh, kut. Dat was... ja, dit is dus eigenlijk gewoon nu fine glass, zoals je noemt. Fine glass is nodig om, ja, leuke raampjes mee te maken. Zoals daar. Hier, dit is normaal glas. Kijk. Oh, fine glass pane. Dat zijn normale fine glass paints. Maar je hebt nu ook gewoon in alle kleurtjes. Dus dat is leuk. En als laatste feature, die we hebben hier. Je kan gewoon boekjes nu opslaan in boekenkasten. Dus stel je krijgt straks een Noordboek, want die zijn ook te vinden in de game tegenwoordig. Kan je hier dan gewoon in gaan bewaren. Dus heb jij een leuk kasteeltje voor jezelf of een leuke leeskamer. Dan kan je daar dus even je mooie Harry Potter boekjes in kwijt. En dan kan je daar lekker Harry Potter gaan lezen in Minecraft. Leuk toch? Denk ik. Daarnaast zijn er nog wel wat dingen toegevoegd. Wat ik niet ga behandelen. Omdat ik wil dat jullie dat zelf gaan uitzoeken. En dat is Utumno. Iedereen weet wel ongeveer wat Utumno is. Als je de game mode speelt. Of in ieder geval deze hele leuke mod. Dan heb je dus eigenlijk de boss battle. Ik zou even laten zien waar die zit. Dan moeten we even hier. Map. Die zat altijd hier. Op dit plekje in die scheur. Hier zat altijd de ingang naar Utumno. Dus ja, als jij naar Utumno wil, moet je hier naartoe. En daar is alles een beetje wel aangepast. Het is wat verfijnd. Het is niet meer zo strak als het was. Het is nou echt gewoon meer een dungeon. En die feeling heb je er ook bij. Ik weet niet of het echt lastiger is geworden. De drops zijn wel wat beter geworden wat ik heb gelezen. Ik kan even zien wat hier staat. Improved Utumno Terrain Generation. Ja, dus het is wel wat beter geworden. We kunnen er niet naartoe nu. Omdat ik anders gewoon te veel lag. Edit case in Utumno. Edit stalagmieten staan erin. Improve the staircase generation by Utumno keys. Slightly lessens the darkness of Utumno. Dus het is wat minder donker. The pickaxe of the underworld cannot mine through blocks between different levels of Utumno. The Utumno fire level now appears more hellish the further you descend. Added a new drop from Balrogs. Balrogs now always carry weapons and drop their held items more commonly, 50%. Balrog fire outside of Utumno does not replace blocks. And added the achievement and title for returning from Utumno alive. Dus ja,
Jullie horen het, jongens. Het is, er zitten mooie drops bij van Balrogs. Dus wil jij een Balrog verslaan en denk jij dat jij dat aan kan? Ga dat doen op de Lord of the Rings modpack. Mod, weet ik veel. Ja, je kan zelf een modpack van maken. Ik heb het toen ook een keer gedaan. Was wel leuk. Ik ga het binnenkort misschien wel weer doen. Ja, mensen, vond je dit een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchchecker. En binnenkort komt update 34 alweer uit. En die gaat heel veel betekenen voor de Harad-fans onder ons. Dus ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.